De tuin van de ambtswoning van hun hoge commissaris in Wassenaar hebben meer dan 500 in ons land verblijvende Indonesiërs de dag herdacht waarop 7 jaar geleden de Indonesische Republiek werd uitgeroepen. Tijdens een korte plechtigheid, die onder meer werd bijgewoond door de waarnemend hoge commissaris meester Susanto Tirto Projo en de Indonesische militaire attaché overste Harjono, werd de Republikeinse vlag gehesen. De dag waarop de Indonesische Republiek werd uitgeroepen, wordt door de Indonesiërs in en buiten hun vaderland als een nationale feestdag gevierd.